Vind je circuit interessant in Zandvoort? Nee, totaal niet. Circuits maken ook niet zo... Ja, iedereen kan je vertellen dat er maar een paar interessante circuits zijn. Dat is de complete Nürburgring. Dat is een interessant circuit. Maar er wordt, als er gereced wordt, wordt er maar een klein stukje gebruikt. Francorchamps wordt door alle Formule 1 rijders geprezen als een moeilijk, maar zeer bevredigend circuit, waarop het lekker hard gaat ook. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat Zandvoort uiterst interessant was. En Monaco? Het is natuurlijk aanzienlijk. Ja, die stadscircuits is flauwekul. Je kunt elkaar niet passeren. Dat is een beetje onzin allemaal. Ja, het ziet er feestelijk uit. En die stomme Reinier. Oh nee, die is al lang dood, sorry. Die sukkel van een zoon, die staat op een balkon. maar dat is allemaal niks. Dat is niks. En wat maakt de meeste stratencircuits zijn. Nou ja, dat Francorchamps. Kijk hoe het in elkaar zit. Ja, er zit van alles in. Er zitten, naar ik begreep, hele lastige bochten in. Ja, nogmaals, ik ben geen circuitrijder. Ik kan het je niet nauwkeurig uitleggen hoe het zit. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat Zandvoort de top of de bil is. Nee. Dus een betrekkelijk klein circuit ook. Ja. Ik begreep dus dat vanuit de hele wereld mensen ook kwamen kijken, omdat schijnbaar van alle bezoekers 0 mensen met de auto komen. Dat is ook een duidelijke oproep van de organisatie geweest. Maar nu... Nou ja, het is heel lastig daar om daar te komen natuurlijk. Ja, en om dan te parkeren. Dus... Ja. Nee, ik weet er alles van. In principe, mijn zoon had een strandhuisje daarbij, ietsje boven Zandvoort, zou ik maar zeggen. En het handigste was op de meeste dagen om er gewoon heen te fietsen. Jij woont in Haarlem, dus je kunt er heen fietsen. Omdat het allemaal in no-time verstopt zit. Maar dan kan ik je vertellen dat toen ik naar de Formule 1 ging in de jaren 60... dat het net zo verstopt zat. Ik kan me herinneren dat wij de auto tenslotte in totale wanhoop aan de kant hebben gezet en het laatste stukje hebben gelopen. Ja. De meeste mensen komen met de trein en ook met de fiets komen heel veel mensen. Nou ja, met de fiets is een heel goed idee. Je zet je auto in Haarlem en je fiets terecht. Ja. Hey, en heb jij iets met het thuisvoordeel? Want er is een onderzoek naar gedaan, hè? Dat dus als je dus daar... Ja, dat is ook, ik heb daar bij voetballen ook nooit zoveel van begrepen dat er een enorm thuisvoordeel is. Dat kennelijk als je dus in een stadion zit waar iedereen roept, hup Ajax. Dat is beter dan wanneer je in een stadion zit waar Ajax speelt, maar waar ze allemaal roepen, hup, go ahead. Dat, ja, ik begrijp daar niets van. Je zou dus zeggen, een professional die echt kan voetballen, die maakt het echt een bal uit, niet waar, of de tribune gekken van de ene club of gekken van de andere club zitten. Het gaat beslot om intelligent voetbal. Nee, daar begrijp ik niks van, maar het speelt een rol, zonder meer. Ja, en ze zeggen ook bij Verstappen, die heeft een helm op, dus die hoort helemaal niet wat er geroepen wordt, want al het omgevingsgeluid wordt gedempt. Dat denk ik wel, want hij heeft een helm op, natuurlijk omdat hij steeds in communicatie staat met, laten we zeggen, technische personeel van het team. Ja. Want je hebt wel eens die plaatjes gezien, dat er allemaal van die lui op zo'n barkruk zitten en naar allerlei schema's op het scherm zitten te kijken. De kleinste kleinigheden worden computertechnisch bijgehouden. Het is volledig gecomputeriseerd, de Formule 1. Ja. Hij heeft ook nog een lintje gekregen, hè, zag ik, Verstappen. Nou, zal hij daar blij mee geweest zijn. Hè? De hele nacht niet geslapen. Elke keer werd hij weer wakker, keek hij weer naar zijn lintje. Oeh, een lintje. Jongen. Nou, nog 2 keer wereldkampioen, dan kan hij een... Ik weet niet of het hem veel doet, eerlijk gezegd. Ik had niet de indruk. Ja. Nou, het mooie van de Formule 1 is dat een coureur vaak in die mechanische sporten vaak machteloos kan zijn. Hè? Er hoeft maar iets stuk te zijn. Of hoeft nou, sterker nog, hij moet wel een auto hebben waarmee je winnen kunt. Ja. Kijk, de meeste van deze Formule 1 rijders, het aantal prutsers wat erbij zit, is niet zo verschrikkelijk groot. Vrijwel al die lui, ook neem zo'n Leclerc. Dat zijn lui die vanaf hun 4e of hun 5e gekart hebben. En die door het hele systeem heen gelopen zijn. En eerst kartkampioen zijn geweest en dan superkartkampioen. En dan misschien de Formule 3 of de Formule 2 of de Formule X of de Formule Y. En dan moet je dan ook weer kampioen in worden. En dan word je vaak door zo'n team opgepikt. Zo'n Formule 1 team, want daar draait natuurlijk heel veel geld in. En dan kom je in een soort van opleidingscircuit. Hè? Dat is Verstappen natuurlijk ook overkomen. En tenslotte moet je bewijzen dat je zo goed bent dat je ook in die hoogste klasse mee kunt. Maar dat kun je vaak alleen maar bewijzen als je ook een auto hebt waarmee je iets kunt doen. Ja, want ik ben ervan overtuigd dat die lui die, laten we zeggen, op een minuut te worden gezet, vaak misschien best even goede coureurs zijn. Maar je moet wel de mogelijkheid hebben.
Nou ja, neem die Ricciardo, die AX-teammate van Verstappen. Prima coureur, maar ja, die heeft op dit moment materiaal waar je geen kant mee op kunt. Mm-hmm. Ik begreep ook dat Verstappen nu voor het eerst bodyguards om zich heen heeft, omdat hij natuurlijk wat meer mensen om zich heen heeft dan normaal. Dat is wel een hoogtepunt van treurigheid. Dat hij die bodyguards heeft? Ja, verschrikkelijk. Ja. Dat geeft me aan dat we in een krankzinnige samenleving leven. Dat kennelijk iemand van plan is om Max Verstappen met een moersleutel op zijn hoofd te slaan, weet ik veel.